ik heb me laten inspireren door een van mijn reizen die ik gemaakt heb. Dat was naar Chili. In Santiago ben ik geweest. En daar staat een enorme goede chef, Rodolfo Guzman, van restaurant Borago. Ik heb me laten inspireren door hem, omdat hij met hele pure en eigenlijk ook hele oude recepten aan de slag gaat, maar ze net op een andere manier met een andere twist presenteert. Het is zelfs zo dat hij nu op 2-3 sterren niveau zich weet te handhaven, terwijl dat de gerechten heel erg basic, heel erg puur zijn. Nou, dat heeft mij geïnspireerd om met deze satés die we zo direct gaan behandelen aan de slag te gaan. De basisrecepturen heb ik heel erg authentiek gelaten. Die heb ik heel puur gelaten en ben eigenlijk met allerlei bereidingjes eromheen en net de presentatie even aan te passen, heb ik geprobeerd er iets anders van te maken. We gaan aan de slag met de saté ayam. Basisreceptuur heb ik gekregen van Arjuna. Arjuna heeft er een authentiek recept heeft hij daarvoor gebruikt van zijn familie. Het gemarineerde vlees, dat ziet u hier staan, het is het dijvlees. Ik ga proberen daar een andere twist aan te geven. Ten eerste ga ik hele andere spiesjes gebruiken. Die zijn wat korter, dat maakt het net eventjes wat meer fingerfood-achtig. Kleinere hapjes, dus dan kan je eigenlijk gedurende de avond vaker een klein snackje pakken. Dus het krijgt een beetje een snackformaat. Daarbij gebruik ik obulato. De obulato zijn zakjes van een soort aardappelzetmeel. Het komt oorspronkelijk uit de Japanse medicijnenwereld. In Japan stellen de mensen zelf hun medicijnen samen. Dat wegen ze dan af, dat doen ze in zo'n zakje. En eigenlijk eten ze dan het medicijn met papieren al op, zodat het in de darm helemaal oplost. Of in de maag helemaal oplost. Dus dat ga ik gebruiken. Als een soort frietzakje gaan we die gebruiken. En die gaan we zo direct vullen met een poeder van kroephoek. Ik heb daar nu een kroephoek voor gepakt. Op basis van inktvisinkt, zodat die mooi zwart is. Maar je kan ook gewoon kroephoek inkopen. Door een zeef ga ik die wrijven, zodat je echt een mooi poeder krijgt. Dan kan je het beste gewoon een grove bolzeef voor gebruiken. En is niet meer nodig als dus daadwerkelijk de krokante kroephoek op deze manier door de zeef te drukken. Het is heel belangrijk dat je de stokjes rijgt. En dat heeft meer te maken met het garen van de kip. Dat die mooi gelijkmatig gaart. Dat er nergens hout door het vlees heen komt, waardoor die eventueel kan verbranden. En het puntje moet goed bedekt zijn, want het is natuurlijk heel kwetsbaar omdat het zo fijn is. Dat vat meteen vlam en dan krijg je dus een brandsmaak aan je saté. Een tip is ook om de stokjes van tevoren in het water te leggen. Dus dan heeft het vuur de hitte eigenlijk eerst nodig om het water te verdampen voordat het hout vlam vat. Je kan ook gewoon de stokjes niet in het vuur leggen, maar net over het randje van je barbecue. 3-4 kleine stukjes is voldoende, want het moeten echt kleine eetbare hapjes worden. En als je er te veel aan doet, dan worden het meteen van die grote porties. Dit is gesneden uit de dij. Dij is heel erg geschikt hiervoor, omdat het dan langer sappig blijft. En het heeft een mooie stevigheid. De kipfilet, die wordt heel snel droog. En die gaat als het ware, als je te gaar wordt, gaat hij ook een beetje rafelen. En is het gewoon niet zo plezierig eten meer. Dus de kipdij is eigenlijk het meest geschikt om saté van te maken. Deze gemarineerde kip heb ik van Arjuna gekregen. De nacht heeft hij in de marinade gestaan, zodat die smaak lekker doorgetrokken is. En het vlees is helemaal verzadigd van de smaak. De obulato, dus het rijstepapier, gebruik ik als een soort frietzakje. En die vul ik met die kroephoek. En die gaan we dan ook in de standaard zetten. Heel belangrijk is bij het gebruik van die obulato dat ze heel droog verwerkt moeten worden. Dus de kroephoek is gefrituurd in vet. Dan blijft het zakje gewoon heel. Maar zo gauw het een beetje nat is, dan lost die op. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Dat je daadwerkelijk droge handen hebt als je de zakjes gaat vullen. Zodat ze mooi als een frietzakje blijven staan. En deze lakken we ook weer met een beetje ketchup. Voor de smaak en dat ze niet blijft plakken aan het roosteren. De presentatie van dit gerechtje wilde ik eigenlijk helemaal uit zijn verband trekken. Dus het leek me eigenlijk heel erg leuk om deze spiesjes aan dit rekje te hangen, zodat je daadwerkelijk hieraan gegrilde kipsatéetjes hebt. Hapbaar en zou je ze bij wijze van spreken in 2 hapjes zou je ze opkrijgen.